Dankjewel. Bezoek, even vanzelfsprekend. En ik vind het wel leuk om op deze dag, vlakbij een historische pad, wat wij natuurlijk al een beetje wisten, ook wat te vertellen over de historische dingen die hier gebeuren. En leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik zie hier een aantal buurtgenoten, collega melkveehouder, collega varkenshouder en er zijn nog een aantal boeren meer. En misschien is dat wel een goed opstapje naar wat er hier op deze weg gebeurt. Want veel van deze infrastructuur werd natuurlijk gebouwd vroeger langs de bestaande boerderijen en aan de ontginningen die daarop plaatsvonden. Maar dit is ook een historische plek, omdat hier de eerste melkwerker staat die direct naar de koe plaats heeft. Of dit op vele plaatsen gebeurd had, alleen hier wel een beetje op een bijzondere manier. We hebben hier namelijk verschillende soorten melk. Melk van de kootjes, kitties en oudjes uit deze veestapel. Ik kom er zo nog even op terug. Dit is een biologisch bedrijf. We hebben ongeveer 50 hectare land in gebruik dat hier achter de boerderijen ligt. En we melken daar ongeveer 100 koeien en dat doen we met veel automaten. Robots, zo gezegd. Dus we hebben een voerrobot, we hebben een melkrobot, een mestrobot. Dat jullie daar ook het liggende stal willen werken. Dan zien we de koeien die volledig zelf kunnen bepalen dat wat ze doen. Willen ze gemolken worden, gaan ze naar de melkrobot. En als ze voer willen, worden ze gevoerd door de voerrobot. Wat we daarna hebben gedaan, en dat past ook wel bij de manier waarop wij naar de samenleving kijken, is om te zien zeg maar, of we samen met die samenleving ook iets bijzonders konden doen. Nou, samen doen we op verschillende manieren. Samen omdat we het werk samen doen, met papa en Deva meewerken. Maar ook samen omdat we samenwerken met scholen, bijvoorbeeld Two College, die gebruiken deze boerderij als een living lab. We hebben een wandelpad aangelegd dat verbonden is, en daarom noem ik ook mijn collega boeren, omdat het verbonden is aan een groter netwerk van wandelpaden. We hebben een bloemenrand, samen met de stichting hier uit de buurt proberen we het gebied mooier te maken. Dus we hebben eigenlijk allerlei initiatieven hier in de buurt om het gebied samen met onze omwonenden mooier te maken. Vonden, weten we eigenlijk van exact elke koe wat voor type melk dat die geeft. En dat is het start geweest van dit project. Omdat koeien zeg maar, verschillende smaken melk geven, zoete smaak als er veel lactose in zit, veel eiwit, geeft een aparte smaak. Met het vet geeft een ander soort van mondgevoel. En daar zijn we mee aan het experimenteren gegaan. En wat we nu doen is melk van specifieke koeien apart houden. En die verwerken we dan tot eindproduct. En die melk is zoals hier staat. Is die op te krijgen in 450 Albert Heijns door Nederland heen. Het is de eerste ter wereld. En ik moet eerlijk zeggen, een klein beetje tot mijn spijt, want de grens loopt zeg maar, over de zandpad tussen Udenhout en Tilburg. En ik ben geboren Udenhoutenaar. Er zit ook echt Tilburg waar dit experiment plaatsvindt. En daarom vind ik het ook leuk zeg maar, dat bord aan de goede kant van de zandpad staat. Dan staat het toch nog een beetje in evenwicht. Nee, alle gekheid op de stok. We vinden het leuk, het past bij ons bedrijf. Dus wij hebben gemeend, je noemt Guus, maar het is de familie, zou ik haast willen zeggen. Het past uitstekend bij ons om dit soort dingen hier neer te zetten. En ik hoop dat het bijdraagt zeg maar, aan de beleving van dit gebied. Ik mag altijd blijven noemen de hemeltjes, maar het heet tegenwoordig anders. Ongeveer 400-500 meter zal het zijn. En die weg die heet nu Waalwijkse Baan. Ik zag straks hier staan zelfs drie verschillende bordjes: Waalwijkse Weg, Waalwijkse Baan, Zwaluwstraat. Met z'n drieën zitten heel mooi op knooppunt. Ja. Dit zandpad is de Waalwijkse Baan. En nog niet zo lang geleden stond er verderop, als je uit de Kierijn-Stokstraat kwam. Stond het even daar op wel. Twee bordjes onder elkaar. Waalwijkse weg, Waalwijkse baan. Waalwijkse baan Tilburg, Waalwijkse weg Udenhout. Ja, dat is heel praktisch. Veel langer geleden was dit niet de Waalwijkse baan, maar dat heette de Hollandse weg. En de Hollandse weg, wat de naam zegt, het was de weg naar Holland. En waar die precies vandaan kwam, dat weet ik niet. Ergens uit het zuidoosten. Ik roep natuurlijk graag, hij komt al vanaf Maastricht, want verder zuidoost kan niet in Nederland. Hè? En zo over Eindhoven, Oorschot, Moergestel,
Enschot, de kerk van Enschot. Tegenwoordig hebben ze in Enschot daar een wijk neergelegd met allemaal zijpaadjes, maar vroeger lag daar een rechte weg van de Enschotse kerk naar dit punt toe. Dan zo hier over de Waalwijkseweg, Houtse straat, Loonse Molenstraat. Vroeger kon je rechtdoor door de duinen richting Waalwijk. Voorbij Waalwijk kon je de Maas oversteken en dan was je in Holland richting Dordrecht, vroeger de grootste stad van Holland. Is een hele bijzonder, daar hoort een heel bijzonder verhaal bij. Als diegene nog eens met de fiets zijn of te voet, dan moet je daar echt afstappen en even kijken. Want de boerderij die staat parallel met de verharde Waalwijkse weg. De schuur daarachter staat schuin achter de boerderij. Die oude schuur die staat parallel aan ons zandpad. Dus daar heeft origineel al een boerderij gestaan. Voordat die verbindingsweg er kwam van Oostenrijk naar hier. En die boerderij stond gewoon netjes parallel aan de straat, parallel aan de Hollandse weg. En de schuur staat nog steeds parallel aan die oude Hollandse weg. Op het einde van deze middag aanwezig te zijn bij een belangrijk initiatief wat u met z'n allen genomen heeft in de gemeenschap van Udenhout. En heel goed passend in de week van het landschap. Laten we ook meer het landschap zijn verhaal laten vertellen. En ja, dat kan met borden, maar het kan natuurlijk veel meer met mensen die echt alles afweten van dat landschap en er een verhaal bij kunnen vertellen. Maar wij willen graag dat meer mensen uit de stad, uit de dorpen, ja, het landschap ingaan, het landschap leren kennen en in ieder geval geprikkeld worden als ze dat interessant vinden om daar meer van te leren. Als actieve bewoners zijn en actieve ondernemers, net zoals u, die daar ook de schouders onder willen zetten. Want het is uiteindelijk u vanuit de lokale gemeenschap die initiatieven zoals deze mogelijk maken. En als gemeente ondersteunen we dat graag, maar we hebben absoluut niet de illusie, daar zijn we heel bescheiden in, dat we dat allemaal kunnen of willen overnemen. Nee, dat lukt alleen maar als dat vanuit de lokale gemeenschap, de bewoners en de ondernemers gedragen wordt. Dank voor het ontwerp. En als laatste Kees van Kempen, die het initiatief heeft genomen en de kar heeft getrokken voor dit mooie resultaat. Kees, je kunt er trots op zijn. Ja, ik heb het niet.